juntas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Ervaringen met mannen is dat mannen achter hun eikel aanlopen. Ik heb niet zoveel respect voor mannen. Ik vind het allemaal een beetje macho gedoe. Voor de rest, lege kop. Vooral wat betreft de verhoudingen en zo, ze kijken niet zo ver. Ze zijn nogal losjes. Want ik weet het al allemaal. Ik heb 26 jaar in vrouw geleefd. Ik was 18 jaar, jong en ervaren, een jong manneke, hè. Dus dat was een fotootje met vrienden in een café. Oh, niet slecht, ik was al een schoen manneke in die tijd. Maar als je jong is het altijd schoen. Hier begon ik te werken in het cabaret, als barman. En dan hebben ze op een zekere avond hebben ze gevraagd om ook een nummer te doen. En ik ben eraan begonnen met veel enthousiasme. Hier ben ik begonnen met striptease te dansen. Beetje houterig. Goeie striptease, dat zijn de dingen, de bewegingen. Alles tonen zonder iets te tonen. Maar het resultaat was niet slecht. Was in orde. En dit is een jaar later. Was helemaal omgeschakeld. Natuurlijk, in die tijd kwamen de hormonen uit. Dus we hadden allemaal borsten. Borstjes in het begin. Ja, van het een kwam het ander, dus ben ik overdag ook in vrouw gaan lopen. En dat was de normaalste zaak van de wereld. I don't know if I'm gay, otherwise... What's gay, hè? Huh?